مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagse aflevering van Gisteren, Vandaag en Morgen. Rashid Pirkans Kal Ajor Kal. Dit is de aflevering voor woensdag 10 juni 2020. Gisteren, Vandaag en Morgen. Rashid Pirkans Kal Ajor Kal wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname. En is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube source, u slaat in RBN Suriname. Dan kunt u deze uitzending ook live volgen. Deze uitzending is vandaag ook te volgen via Alpha Channel Suriname Facebook. Dus u gaat naar de Facebook pagina van Alpha Channel Suriname, dan ziet u deze uitzending ook live. Online is deze uitzending te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar dbsuriname.com. En landelijk in Suriname is Rashid Pirkans Kal Ajor Kal te zien via Alpha Televisie, kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pirkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans Kal Ajor Kal en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Vandaag in deze aflevering word ik geassisteerd door Zager Rewat en Tosha. Dat zijn de twee mensen die mij technisch bedienen voor een vlotte uitzending voor vandaag. Laat me alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. Ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in deze zeer moeilijke en droevige dagen voor u. De mensen die ziek zijn, wens ik van harte beterschap toe. En de felicitaties in de richting van alle mensen die vandaag jarig zijn op deze 10 juni 2020, voornamelijk de mensen in Suriname, die vandaag hun jaardag in total lockdown gaan moeten vieren. En daarvoor moeten we vandaag feliciteren Melvin Groeneveld, die is vandaag jarig, Hesdy Pigot van de Nationale Partij Suriname, prominent lid van deze partij, en verder ook nog Subhas Bagu, dat zijn de mensen die vandaag jarig zijn. En hopelijk, als u vandaag jarig bent en u hebt uw naam niet gehoord, wens ik u op uw eigen manier een mooie dag toe. De mensen die hun jaardagen kunnen gaan voorbereiden van donderdag 11 juni, dat is Danny Amian, dat is DJ Danny himself. Hij is morgen jarig, 11 juni. Dat is die top DJ van RP the Hot One. Gezellige DJ die het altijd vrolijk houdt, vooral met zijn soca hits. Hij heeft ervoor zorg gedragen dat Soca een great comeback heeft gemaakt in Suriname. Hij is morgen jarig. Cynthia Bent is morgen ook jarig op 11 juni. En vrijdag 12 juni mag Chan Rambir Singh Durga zijn jaardag gaan voorbereiden. Mocht u allemaal ook uiteraard jarig zijn in een van deze dagen, een goede voorbereiding aan u allemaal toegewenste. De internationale olieprijzen voor u, $40.96 voor een vat olie. En de goudprijs noteert $1.715.97 voor een troy ounce. Zoals u weet, we zitten allemaal thuis. We hebben vandaag geen keus. Total lockdown, dat betekende voor vandaag dat niemand vandaag op straat mag. Tot nu toe niet. Mag voor deze woensdag niet. Voor 2 dagen hebben ze dat vastgesteld, respectievelijk voor de woensdag en voor de zondag. En dat heeft het COVID-team besloten naar aanleiding voor de bestrijding van het coronavirus. En wat betekent dit ook lockdown? Dat ja, alle winkels total is total. Okay, vandaag is het werkelijk totaal. Het is geen half totaal, geen kwart totaal en of drie kwart totaal. Alles is potdicht. Alles is potdicht. Alleen de mensen die beschikken over een toestemming om zich op de openbare weg te begeven voor speciale doeleinden en niet om te wandelen, die mogen dat wel doen. Vandaar dat ik vanuit de studio van RBN deze uitzending live presenteer met 2 assistenten waarvoor wij toestemming hebben gevraagd, die we overigens ook hebben verkregen, zodat deze uitzending normaal voort kan gaan vinden. Maar wat houdt die toestemming dan ook in voor de mensen die daarvoor een pas hebben of een brief hebben ontvangen? Alle diensten die uitzondering hebben gekregen,
mogen dat gebruiken voor de doeleinden vastgesteld in die uitzonderingstoestemmingsbrief, zo je wilt, pas. Dus bij wijze van spreken, ik mag het gebruiken alleen om naar mijn werk te komen en de kortste afstand terugkiezen naar mijn woning. Daarvoor dient het. Dus het is niet om te gaan huppelen op straat. En daarvoor moeten de mensen het ook gebruiken. Dus de mensen die hebben gehad, mogen derhalve helemaal geen misbruik ervan maken. We gaan vandaag een heel leuke uitzending proberen te doen, want iedereen is thuis. Oké, dus vandaag hebben we 100% thuis. 100% thuis, met uitzondering van een paar mensen die mogelijk voor de dienst zich op straat, die nu momenteel op straat zijn. Maar we praten van, laten we zeggen, 99,9% mensen zijn thuis. Dus hoogwaarschijnlijk zit de kijkdichtheid voor vandaag, wat Kal aangaat, mogelijk groter dan de voorgaande dagen vanwege het feit dat de mensen verkiezen, want u bent weer niet verplicht om te kijken naar deze uitzending. We gaan u uiteraard ook de gelegenheid geven om uw mening te delen met ons. U kent de spelregels van deze uitzending. Wees beleefd, beledige mensen. Laten we aan het eind van deze uitzending tegen elkaar zeggen, hé, we hebben toch wat van elkaar geleerd. Of we hebben vandaag weer iets gehoord dat we niet hebben geweten. Of de autoriteiten hebben weer iets gehoord dat hun, dat opbouwend voor hun kan zijn om datgene te doen wat ze goed moeten doen. Later, vanavond, hebben we ook een gesprek met de heer Ricky Stuttgart. Hij is microbioloog en voedseltechnoloog. We hebben een telefonisch interview met hem en ook met meester Iris Nasir, ze is advocaat van beroep. En met haar gaan we vanavond ook praten. Met deze twee mensen hebben we afspraken lopen en die krijgt u straks ook in deze uitzending te horen. Maar laat me u algemene informatie geven om warm te lopen zoals gebruikt. De mensen die mogelijk een keer naar het buitenland zijn geweest, die kennen uiteraard koffieketen Starbucks, waar mensen koffie gaan drinken, gebakjes gaan kopen. Wel, ook deze mensen maken enorme verliezen. Het is een enorme grote keten. Ze zijn overal ter wereld te vinden. Suriname heeft het echter niet. Maar in landen waar er omzet is, mensen zijn en turnover is, daar kan je ze wel vinden. Ze hebben een verlies gemaakt voor dit kwartaal van 3,2 miljard. Kan je nagaan. Ze maken één kwartaal een verlies meer, driemaal meer dan ons hele turnover van ons land. Van onze hele turnover van ons land. Want wij draaien nog geen miljard, ongeveer. Dus kan je nagaan hoe gigantisch ze zijn. In elk geval, ze hebben ook besloten dat ze hun concept die ze al hadden, een nieuw concept van zogenaamde afhaalwinkels, ook versneld gaan uitrollen. Omdat ook zij niet weten hoe lang COVID-19 duurt en wanneer het ook eens zal gaan eindigen. Internationaal weet u dat bijna alle airlines, alle vliegtuigen aan de grond zijn. Vele luchtruimen zijn gesloten. Vele landen geven geen toestemming om te landen, om besmettingen te voorkomen. Dat verhaal is bekend. Ook bij ons is dat bekend. Maar sommige landen gaan langzaam maar zeker even weer open, zodat mensen toch nog op vakantie kunnen, omdat een aantal landen, of niet een aantal, een behoorlijk aantal landen, zijn totaal afhankelijk van toerisme. Afhankelijk van toerisme, als we denken aan landen als Dubai, we denken aan landen als Turkije, we denken aan de resorten in Spanje, we denken aan Marokko, we denken aan Egypte. Deze landen zijn breed afhankelijk van toerisme. En nu ligt hun toerisme helemaal ook aan de grond, want er komt geen enkele toerist binnen. Maar langzaam beginnen ze de gates weer open te maken. Ze verwelkomen de toeristen weer. En het ziet er naar uit dat de airline tickets goedkoper gaan worden. Goedkoper omdat niet iedereen in de rij staat te huppelen om te zeggen, ik wil uit mijn land om een risico te gaan nemen in een ander land. Dus die airline tickets die gaan omlaag met pakweg 20%. Als wij een keer weer mogen vliegen, weten we niet of onze tickets omlaag gaan. Want ook al zouden we mogen vliegen naar een ander land toe, weet ik niet of zoveel mensen dan ook een risico willen nemen om naar een land te gaan waar het coronavirus nog heerst. En daar zullen weinig mensen een kans voor gaan nemen. Dus het is ook passen meten voor wat die luchtvaartmaatschappijen aangaat. In Duitsland, zoals in alle andere landen, maar onder andere in Duitsland, hebben de restaurants grote problemen. Ook hetzelfde in ons land. Wij hebben ook te maken met COVID-19, vandaar dat er vandaag een total lockdown is. Laat me direct de lijnen voor u opengooien. Ik verwelkom uw maatschappelijke mening op het telefoonnummer 532037.
Ik herhaal het nummer, de mensen zien dat in beeld. 532037. Ik herhaal het nummer in het bijzonder voor de mensen die naar de radio luisteren en zozeer kijken naar de televisie. En dan verwelkom ik uw mening en u kent die regels. Be nice and stay calm. Be nice and stay calm. Dat is het enige uitgangspunt wat u moet hebben. En verder mag u vertellen wat u wil. COVID-nieuws van ons eigen land. We hebben nu 133 actieve cases, 133. We hebben 144 mensen die positief zijn getest. En we hebben 9 mensen die hersteld zijn. En we hebben er nu 240 mensen in quarantaine. En jammer genoeg hebben we er 2 doden voor genoteerd. Dat is voorlopig de stand van zaken ten aanzien van COVID-19. Er zijn, wat dit aangaat, ja, zijn een heleboel mensen, hun leven is helemaal veranderd. Niets is meer hetzelfde. Verschillende mensen benaderen het coronavirus en de crisis waarin we zijn komen te verkeren. Groter zijn komen te verkeren, laat me dat ook zeggen, want we waren al in een economische crisis. COVID-19 is on top of het gekomen. Die hebben veel problemen. Maar de problemen zijn verschillend per gezin, per cultuurgroep, per huishouden, omdat we geen gelijke stelsel hier hebben. Neem bijvoorbeeld de leerkrachten, die werken normaal door, omdat die van huis uit online lessen verzorgen. Dus die werken normaal door. Familieleden kunnen elkaar niet zien, want ze mogen niet uit huis. En ook al mogen ze uit huis, dan mogen ze zeer beperkt gaan, dus ze zien elkaar niet. Ze maken gebruik van de technologie, ze gebruiken FaceTime en ze gebruiken WhatsApp om toch nog de communicatielijnen met hun familie op gang te blijven houden. Andere mensen vinden die lockdown bijzonder zwaar. Ze kunnen depressief van raken. Sommige mensen zijn gewend aan een routine. En nu moet je een heel andere routine voor de 2 weken gaan opbouwen. Dat is zeer lastig. En als je uit die routine gaat en om dan weer terug te komen, dat is een hele nieuwe challenge voor een ieder tegen die tijd. Verder maken mensen nog gebruik van deze dagen. Ik zou niet zeggen allemaal, maar ik som een aantal zaken op die mensen mij hebben gezegd. Ze ruimen hun huis op, mensen koken, ze koken extra. Voor zij die tenminste extra kunnen koken, laat maar niet zeggen iedereen. Mensen doen ook aan yoga thuis, zover ze yoga, van yoga houden, dan doen ze dat thuis. Sommige mensen volgen ook nog online danslessen om een beetje in shape te blijven, want je moet in conditie blijven, anders gaat alles ook vastlopen. En straks ga ik u nog meer vertellen hoe mensen hun tijd meebrengen. Maar misschien kan deze persoon me dat ook vertellen. Goedenavond, u bent in de uitzending. Gaat uw gang. Ja, goedenavond. Bent u er nog? Hallo? Ja, goedenavond. Ik hoor u heel slecht. Maar u kunt wel praten. Ik hoor u wel. Oké. Meneer Pierkan, ik heb een vraagje. In de DNA wordt de president en de vicepresident gekozen, toch? Aan het eind van de maand. Daar hebben ze 34 stemmen of zetels voor nodig, dat weet ik niet precies. Stel dat de BEP bijvoorbeeld zegt, ik geef die 34ste stem. Wil dat dan zeggen dat de BEP meedoet met het kabinet van meneer Santokki? Hebt u nog meer vragen? Nee, dat is het. Oké, dank u wel. BEP heeft 2 parlementaire zetels behaald tijdens de recente verkiezing van 25 mei. De coalitiepartners, bestaande uit de VAP, de ABOP, NPS en Partiale Hoer, hebben nu momenteel 33. Dus ze ontbreken 1. BEP zou die ondersteuning kunnen verlenen om te zeggen, ik geef je die ondersteuning. Wat niet betekent dat ze deel gaan uitmaken van de coalitie. Maar ze kunnen zeggen, kijk, je hebt toch al die grote meerderheid. Waarom zou ik dit land in kosten moeten jagen om naar een VVV te gaan, waar ook de coalitiepartners het gaan winnen? Dus common sense gaat met zich meebrengen dat de BEP gaat zeggen, en dat verwacht ik van Ronnie Assabina, dat zijn partij die medewerking verleent om die president en die vicepresident te verkiezen. Maar ze hoeven niet per se deel uit te maken van de coalitie. Ze kunnen besluiten nemen door te zeggen, kijk, we gaan gedogen datgene wat je doet, wat niet betekent dat ik per se nog naast jou hoef te zitten. Dat zijn ook modellen. Maar ik ga er gevoeglijk van uit dat ze het land niet in kosten gaan jagen. Want om naar de VVV te gaan,
gaat enorm veel geld kosten. Enorm veel geld, want daar moet je 800 plus mensen bij elkaar optrommelen. Dat is één. Het is een hele organisatie op zich. En vooral met COVID-19 wordt dat nog erger. De kosten gaan dubbel opgejaagd worden. Dus ik denk dat ze dit land gaan besparen aan kosten. Het is in 2015 ook gebeurd. In 2015, was het 2015? Ja, het was in 2015. Daar heeft de oppositie, die huidige oppositie van nu, dat is de VHP, etcetera, die hebben de medewerking ook verleend dat Boutersen gekozen kon worden in het parlement. Want Boutersen had de meerderheid in 2015 niet. Maar ook al zouden ze moeilijk doen en zeggen van oké, ik geef je die medewerking niet, dan gaan we naar de VVV, dan zou toch ook NDP plus die VVV winnen. Dus om het land kosten te besparen, ellende en tijd, hebben ze toen meegewerkt met die 1 of 2 stemmen om te zeggen, oké, laten we die zaak maar in DNA afhandelen. Wat niet betekent dat ze deel zijn gaan uitmaken van die regering. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond meneer Farid. Goedenavond. Hallo? Ik luister naar u, gaat u gang. Ja, meneer Farid, allereerst wil ik jou heel hartelijk bedanken voor dat u ons de informatie heeft gegeven de laatste dagen met betrekking tot de verkiezingen. Het was fantastisch. Ik wil u bijzonder bedanken daarvoor. En wat ik eigenlijk wil doorgeven, ik wil de VHP in elk geval, ik weet dat ze enorm moeilijk hebben, of het was niet een makkelijke taak voor de voorzitter van de VHP voor de onderhandelingen. Maar ik wil de mensen van de coalitiepartijen verzoeken om te kijken, ja, in het bijzonder te kijken naar wie eigenlijk de posten moet gaan eigenlijk bekleden. Daarmee bedoel ik eigenlijk voor in het bijzonder, als wij geluisterd hebben naar de persconferentie en de meneer van Perjaya Luhur heeft al aangegeven dat hij de minister wil worden van Binnenlandse Zaken. Als hij dat doet, mag hij. Maar in het bijzonder wil ik hem vragen, geeft hij de kans aan de jongeren? Laat hij aan de jongeren de kans geven? En ik ga mijn persoonlijke mening zeggen, ik ben geen NPS'er, maar ik had wel gedacht dat vanwege de hele constellatie, want ik kijk niet naar aantal zetels, ik kijk ook naar de aantal mensen die gestemd hebben voor de NPS. Dit is mijn persoonlijke mening. Ik had eerder gedacht iemand als Patricia Ebnel zou bijzonder goed zijn als de voorzitter van de assemblée. Maar ja, dat is mijn eigen mening. En voor de mensen, ik wil meneer Krishna dat ook van harte bedanken. En de IDO-speilingen, want ik ben een trouwe luisteraar van Kel Ajorkel. En ik heb ook gezien en dat de IDO-speilingen eigenlijk een erg goede peiling is. Laat mensen kijken en laat mensen een beetje geloof aan hebben. Want het is altijd bewezen dat de IDO-speilingen heel goed worden gedaan. Dus daar wil ik de heer Krishna dat ook heel hartelijk bedanken. En u had ook aangegeven in een van uw programma's, ja, dus ik dat de kleine partijen die deelnemen aan de verkiezing heel weinig kans hadden om een zetel te krijgen. Dus in de toekomst wil ik die mensen vragen, voordat ze meedoen aan de verkiezingen, laat ze even bij u even langslopen. Heel hartelijk bedankt. Oké, dankjewel. Dit is Kel Ajorkel. We doen het live vanuit Paramaribo. Ik wil de jongens van de controlekamer, dat is Roshan, zit in de controlekamer, vragen om naar ons audiogeluid te kijken. Want mensen vinden dat het
te laag is. Het is too low, dus een beroep op die hoofdcontrolekamer. We hebben er twee, hè, dus 1 en 2. Sager en Toshaat zitten in controle room 1 en die hoofdcontrole room, dat is bij Roshan. Dus we vragen Roshan om toch nog even goed ernaar te kijken, zodat de mensen de uitzending goed kunnen volgen. Oké, ten aanzien van meneer Somaharjo was ik ook niet content met het feit dat terwijl die coalitiepartners een overeenkomst van samenwerking ondertekenen, hij daar melding maakt dat hij de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken wordt. Ik ga u zeggen waarom ik niet content ben. Het gaat niet om de persoon, hè? Vergeet de persoon even. Het gaat erom dat hij voorbarig is, omdat het is de president die benoemt en ontslaat. Hoe kan hij, als zou hij het worden, als zou hij het willen worden, dan moest hij zijn kaken stijf houden. Ja, want hij beledigt derhalve hiermede de incoming president en de incoming vice president. Die beledigt hij, want het zijn de president die benoemt en ontslaat. Dus het is zeer onbeliefd van Somaharjo geweest om dat op dat moment te zeggen. Dus hij moest zijn mond hebben gehouden. Maar ja, vaak denken mensen, omdat ze voorzitter zijn van een partij en omdat ze 2 zetels hebben, dat ze alles kunnen zeggen. Het is zeer onbeliefd en het was niet goed ten opzichte van de incoming president en de incoming vice president. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, Farid. Goedenavond. Met de heer Ayoor, hoe gaat het met u? Prima, prima. Farid, ik wil even een paar dingen vragen over die duidelijk over die COVID. Begrijp je? Want dat ding wat ik hoor over die COVID-dingen, over die mevrouw die mevrouw heet. Mevrouw Vera, hè? Mevrouw Vera. Ja. Hoe kan zij, de president is in Paramaribo, de vicepresident is in Paramaribo. Wie is zij eigenlijk om te beslissen dat we dan een lockdowns moeten hebben en dergelijke? Het is wel van een afdeling, van zo'n afdeling, maar eigenlijk moet de president eigenlijk doen. Begrijpt u? En nog één ding, wat ze zeggen, je gaat met je ID-kaart naar de winkel. Je hebt dagen dat je met de ID-kaart naar de winkel moet gaan. Ja? Als de persoon zijn naam begint met de B en hij moet maandag moet hij zijn spullen gaan kopen en hij heeft dat geld om die spullen te gaan kopen. Hij gaat dinsdag of woensdag. Ik wil weten of ze hem toch gaan willen helpen of niet willen helpen. Dat is ook een vraag. En dat ding van die lockdown. Ze moeten met bewijzen komen op papier, ja, of dat dit werkelijk zo is. Ik begrijp wat zijn in de situatie nou. Maar nou wij als werkers, ik ben op het veld hier en daar, begrijp je. Ik kan niet vrij lopen, ik kan niet vrij hier en daar gaan. En ook op dit soort dat ze hebben gezegd dat woensdag en zondag verplichte verlof. Moet iedereen thuis blijven, begrijp je. Er is nergens kan je iets kopen. Op de woensdag heb je de markt, woensdagmarkt. En op de zondag heb je dan ook de markt. Als iedereen met een neuskapje gaat, zou lopen om naar de markt te gaan, waarom moeten ze dan die 2 dagen, speciaal woensdag en zondag, moeten ze zeggen dat niemand op straat moet gaan? Begrijp je? Dat wil ik bepalen. Okay. Ik wil weten wat... U bent van de radio, u hebt meer grip over deze dingen. Dus ik ga deze vraag om te stellen, want het is vervelend, begrijp je? Okay. Op dit moment, ik zit op dit moment thuis. Ik ga even smals op straat. Ik ga even zeggen, alle plaatsen zijn gesloten. Geen enkel winkel is geopend, geen enkel service station zijn geopend, begrijp je? Dus als je iets dringend nodig hebt, als iemand bijvoorbeeld thuis, jij wil iets drinken, een sap wil drinken en laten we zeggen iemand die in verwachting is en die wil een sap drinken, begrijp je? Hij wil die sap hebben. Mm-hmm. Je gaat nou naar de winkel, je gaat maar die sap gaan kopen of die sap gaan kopen en je vindt dat het is gesloten. En die persoon die in de verwachting is, kan haar fataal kopen, dat staat toch? Ja, ik begrijp je gevoelens. Ja. Ja. Oké, dank u wel. Ja. Prima, kijk, ten aanzien van uw eerste vraag, mevrouw Vera praat niet zonder toestemming, laat me u dat zeggen. Het hoeft niet per se zo te zijn dat de president iedere dag moet komen om het een en ander uit te leggen. En of al dan niet de vicepresident, dat hoeft niet. Het kunnen gedelegeerde opdrachten zijn. En ik ga er gevoeglijk van uit dat ze een gedelegeerde opdracht heeft om datgene te verkondigen wat ze verkondigt. Dus ze praat met toestemming. Ze gaat niet zomaar komen om een verhaal te vertellen, dat moet u vasthouden.
En de president mag delegeren en de vicepresident mag ook in deze delegeren. Met het heel concept, deze uitvoeren van deze lockdown, ben ik ook niet eens. Ik heb het vaker voorheen uitgelegd in mijn uitzending waarom. Maar doordat het wordt uitgevoerd, ga ik er niet tegen. Omdat wij mogen niet tegen de regels ingaan. Dus al zijn mijn gevoelens anders, al had ik liever een ander model, mag ik als goede burger niet tegen de regel ingaan. Dus ik mag u ook derhalve niet adviseren om tegen de regels in te gaan, ongeacht de gevoelens. We zijn het niet mee eens, ik ben het niet mee eens, ik heb andere modellen. Dit model werkt niet, ze gaan het straks merken dat het niet werkt. Want ze ruïneren dit hele land, wordt geruïneerd. U moet die fout niet maken, het gaat niet om mensen die thuis zijn. Bedrijven worden compleet geruïneerd. Hè? Compleet geruïneerd. En als die bedrijven zich moeten herstellen, dan mag je me geloven, gaat een paar jaar duren. Want om een bedrijf weer op te starten, om die verliezen weer in te halen, de schade weer in te halen, dat gebeurt niet morgenochtend. Maar mensen die in het ambtelijke zitten en besluiten die iemand denken dat alle bedrijven rijk zijn. Hoogwaarschijnlijk gaan ze ervan uit, alle bedrijven hebben geld. Ze zullen het wel overleven. Ze komen er wel heen door. Wel een heleboel bedrijven gaan kapot. Wanneer een nieuwe regering gaat komen, onder welke president dan ook, gevoelig gaan we ervan uit dat het een tokie wordt, gaat hij niet alleen een economische ravage aantreffen, hij gaat een geruïneerd land aantreffen. Twee dingen gaat hij aantreffen tegelijk. U bent in de uitzending, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, kunt u een beetje luider praten? Ja, goedenavond meneer Dirk. Ja. Vandaag heb ik naar die COVID management team gevolgd. En majoor Babel komt, mevrouw majoor Babel komt zeggen, als je iemand die dialyseert, je moet er naar de dochter brengen, jij als taxichauffeur of iemand van de familie, dan moet je die kaartje van die patiënt laten kopiëren om als bewijs tegenover de politie af te leggen. Zo? Bijvoorbeeld als je die persoon naar academisch hebt gebracht en jij keert terug, dan moet je die patiëntkaartje bij je hebben. En komt mevrouw majoor Babel zeggen dat wij het moeten laten kopiëren. Maar als de kopiecenter niet open is, dat hoe gaan wij als taximannen het laten kopiëren? Wat, dat is toch belachelijk? Je kan het niet doen, je kan het niet doen. Ik ben wel bereid om te kopiëren, maar laat die kopiecenter open gaan toch? Misschien moeten we bij mevrouw Babel thuis gaan kopiëren. Ja, ik begrijp je hoor. Het is common sense. Ik heb de NCCR gebeld. Ik heb NCCR gezegd. Ik begrijp u. Ik begrijp je. Want als je zegt ik moet gaan kopiëren, maar alles is dicht. Oké, dan waar moet ik het? Je hebt gelijk. Hoeveel moet ik doen, meneer Tirkanjo? Maar goed. Maar ja, kijk, ze moeten hun verhalen goed aan elkaar kunnen aansluiten. Hè? En soms is het niet. Maar goed, gaat u gang. Gaat u gang, mijn vriend. Gaat u gang. Ik woon op district Wanka, hè. Mm-hmm. Zo. Mijn familienaam begint met K. Zo. Maar no winkel, joh, naar commissaris Wetenweg, joh. Vanaf Leesweg, hè. Vanaf begin voor Leesweg, richting commissaris Wetenweg. Zo. Kom ik in Kamielbrug, joh, meneer Birkhan, joh. Links nog rechts, joh. No once de winkel no oppo. Ik vind dat ik een minister voor HI. Famaning Shang of Famaning. Ja, Shang, minister so. Shang. Minister ja. Shang. Ja, maar moest doen. Maar moest kangen, Shang. Dat je moest takken aan de winkel, man. Schrijven. Voor op een winkel. Schrijven. Mijn begrijp is niet hier. Mijn begrijp is helemaal de meest redder. Ziek is redder. Maar, ja, nou, wat? Dan maak ik het op Facebook toch. Kom kennis weten weg, alle de leiding niet gaan, alle de leiding. Nog een winkel in de oppo, alle mannen gaan komen kennis weten weg en die strekwalika zeten naar Saramaka Folder. Ik ben aan jou. Oké, Achabhai, we hebben het begrepen hoor. Doorzetten. Ja, zelf een kopje zijn toch? Ja, maar goed. Belachelijk jongen, man. Maar bhai, we hebben het al begrepen. We hebben het begrepen. Zit in, man. Sterkte, sterkte. Oké, we gaan. Kijk, ik heb het vaker gezegd toch? Ik blijf herhalen.
En ik kan mensen niet helpen die niet willen luisteren. Ik kan dan geen bijdrage leveren. Maar ik kan wel met u blijven praten. Wanneer je een lockdown doet, en je mag het doen, want je bent autoriteit. Je hebt je reden daartoe. Je hebt het hoogwaarschijnlijk goed doorbedacht. Maar dan moest die minister vaaien, ik heb het vaker gezegd, ervoor zorg dragen. Dat die winkeliers open blijven. Althans, die winkels die essentiële producten verkopen die de mens op dagbasis nodig heeft. Want die mensen zijn onderhevig aan een vergunning. Je kan geen winkel opereren in mijn land, een supermarkt, zonder een vergunning. En daartoe moest het ministerie van Handel en Industrie erop hebben toegezien. De vele winkels zijn in handen van Chinezen. En voornamelijk de nieuwe Chinezen, om het zo uit te drukken. Ik kan begrijpen dat die Chinezen enorm angstig zijn voor het coronavirus. Ik ga u zeggen waarom ik het kan begrijpen. En hoogwaarschijnlijk u ook. Hè? Hoogwaarschijnlijk u ook. Toen die uitbraak kwam, begon het in China. En die Chinezen die hier zijn, die zijn pas hier 5 jaar, 10, 15 jaar. Ze hebben hun families nog daar. Ze hebben letterlijk en figuurlijk gezien op hun smartphone, op hun Chinese televisienetwerken, waarover ze de beschikking hebben, hoe mensen in het land, voornamelijk in de stad Wuhan toen, letterlijk doodgingen. Mensen werden weggehaald van huis, ze gingen massaal dood. En ze hebben het gezien. En die mensen waarnaar zij keken, zijn hun rechtstreekse mensen. Het is geen tussenschakel. Dus bij wijze van spreken, een voorbeeld is maar een voorbeeld. Als iets eng zou gebeuren waar veel Surinamers wonen en onze familie zouden zich daarin bevinden, dan zouden wij ook verschrikkelijk bang zijn, omdat we onmachtig zijn om iets voor hun te doen en we worden angstig dat het ook met ons kan gebeuren. Dus die mensen hebben het rechtstreeks 1-op-1 gezien. Dat hebben ze gezien. Begrijpt u? Dus ik kan de gevoelens van ze heel goed begrijpen. Maar toch, gezien het feit dat ze zich gevestigd hebben in mijn land, welke ze ook hun land willen maken uiteindelijk, moesten ze wel kunnen passen en meten in samenspraak met minister Zhang. En daar valt minister Zhang terdege. Want veel winkels zijn dicht. Behalve vandaag. Vandaag is total lockdown, kunnen begrijpen. Shutdown, 100%, pap, piep, klaar. Maar die overige dagen, daar hebben mensen problemen. Want mensen moeten dan hoppen van winkel naar winkel. Dan kan je hoppen van winkel naar winkel, dan weet je nog niet. Als je bij winkel B terecht bent, in die rij staat, je het product die je zoekt wel gaat vinden. Dat weet je nog niet, je bent wel in die rij. En wanneer je dan aan de beurt bent, volgens geordend systeem, dan weet je nog niet of je product daar binnen vindt. En als je dat niet vindt, ga je weer eruit. Dan ga je weer een winkel zoeken die open is. Dus je bent eindeloos bezig. Dus het is een chaotische organisatie voor wat de opening van de winkels aangaat. En dat moest Handel en Industrie toch een beetje beter kunnen organiseren. Beter kunnen organiseren, want het is geen rocket science. Al de winkeliers zijn bekend. Ze hebben de bestaande winkeliers. Ze hebben de namen. De verenigingen van de Chinezen zijn bekend. De leiders van de Chinese verenigingen zijn bekend. De Chinese groepen hebben een speciale appgroep. Ze chatten niet op WhatsApp. Ze chatten op de Chinese WhatsApp. Ze hebben een groep. Ze hebben een systeem. Het is ook goed. Het is niet slecht. Maar gebruik het systeem in het voordeel van die natie. En wie kan, praat met ze. Dan maak je tenminste bekend. Dan maak je tenminste bekend welke winkels in welke resorten open zijn. Wat is zo moeilijk? Wat is zo moeilijk? Laten we zeggen, je hebt 100 winkels in resort Livorno. Alle 100 kunnen niet open. 50 kunnen wel. Of om de ene dag. Maak het bekend. Publiceer het. Dat weet de burger ook. Dat kan de burger niet zeggen. Jij hebt mij niet verwittigd. Ja, maar als je niks doet. En hoogwaarschijnlijk heeft Zhang een trauma van die verkiezing. Want de Malassa-verkiezing. En ik kan me begrijpen dat al die ministers nu bezig zijn hun koffers in te pakken en hun documenten te sorteren. En ze hebben ook waarschijnlijk niet zoveel aandacht meer voor het land wat in het land gebeurt. En dat zou heel jammer zijn als dat het geval is. Dit is Rashid Pierkans Kul Ajorkul. We gaan nu kijken naar een gesprek die ik eerder heb opgenomen met de heer Ricky Stuttgart. Hij is microbioloog en hij is voedseltechnoloog. Laten we ernaar gaan luisteren en kijken. Gaat u mee. Stuttgart, goeiedag. Bent u aan de telefoon? Ja, ik ben er. Meneer Ricky, bedankt dat u uw tijd weer beschikbaar stelt om ons te informeren.
Die lockdown is officieel ingegaan. U hebt eerder een uitgesproken mening gehad erover. Blijft u nog bij uwzelfde standpunt? Ja, ik ben nog steeds op mijnzelfde standpunt gebleven. En ik vind dus dat het nog erger is geworden. Want nu moet je dus volgens je familienaam, het eerste letter van je familienaam, mag je het huis uitgaan. En kijk, ik ben Stuttgart. En als ik kijk dus naar die nieuwe regel, dan mag ik pas vrijdag inkopen gaan doen. Die informatie is, heb ik zondagavond vernomen. En ik had dus toen geen brood gevonden. Maar ik dacht van, ja, de volgende dag vind ik wel. En dus nu zit ik bijvoorbeeld een aantal dagen zonder brood. Omdat mijn naam S is. En pas vrijdag mag S gaan inkopen gaan doen. Dit alles doet me denken aan het pasje, die pasjeswetgeving ten tijde van het apartheidssysteem in Zuid-Afrika. Het was namelijk zo dus dat de zwarten en de kleurlingen die kregen dus toen een pasje. En de bedoeling was om de bewegingsvrijheid van de niet-blanke deel van de bevolking te beperken. En als je dus geen pasje had, mocht je door gearresteerd worden. En elke blanke, zelfs kinderen, mochten je vragen naar je pasje. En als je dat niet kon overleggen, werd je gearresteerd. Als we dus luisteren naar wat meneer Naarden gisteren gezegd heeft, dan heeft hij aangegeven dus dat als je je identiteitskaart niet hebt, en als je dus niet jouw letter niet voorkomt op de dag dat je zou mogen inkopen doen, dan word je gearresteerd en dan krijg je een boete van 25.000. Dan wel, je gaat een gevangenisstraf krijgen van 6 maanden. Stel je nou eens voor, je hebt dus een moeder met 5 minderjarige kinderen en haar naam is met een Z. En ze heeft dus, die vrouw is een hosselaar en ze moet dus dagelijks het huis uitgaan en om wat te verdienen om haar kinderen te verzorgen. En dus gaat ze dus nu een van deze dagen, laten we even aannemen, dinsdag gaat ze toch naar buiten omdat ze dus geld nodig heeft om haar kinderen te voeden. Dan wordt ze dus gearresteerd en haar kinderen zien dat dus 6 maanden lang niet. Wat moet er dan met die minderjarige kinderen gebeuren? Vandaar ook dus dat het pasjesysteem voor ook in Zuid-Afrika voor een heleboel onrecht heeft gezorgd. En je kreeg een situatie dat in 21 maart 1960 kreeg je dus dat 20.000 niet-blanken toen begonnen te protesteren tegen die pasjeswetgeving. En men heeft dus toen een bloedbad van Sherville gerealiseerd, want de politie heeft dus toen op die mensen geschoten. En 69 mensen zijn dus toen overleden en heel wat zijn gewond geraakt. Zuid-Afrika heeft dus toen een heleboel kritiek gekregen. En ik lees dus net dat Mike Pompeo van Amerika, State Secretary of Amerika, heeft dus al Suriname bij naam genoemd van dat men de verkiezingen moet respecteren en dat men dus moet overdragen. Dus ik heb steeds meer de indruk dus dat dit een pasjesysteem, want zo ga ik het die identiteitskaart noemen, het pasjesysteem dat men dus nu ook in Suriname wil toepassen, de bedoeling is om de bewegingsvrijheid van de Surinamers te beperken. En men heeft slechts één doel voor ogen, om de verliezende NDP zoveel mogelijk aan de macht, zo lang mogelijk aan de macht te houden. En men gebruikt het COVID viruspandemie als excuus om hun ding te doen. Ja, meneer Ricky Stuttgart, gelooft u dan ten aanzien van het laatste wat u zegt, dat men na dit een vervolgplan heeft om mogelijk de machthebber binnen te houden of aan de macht te blijven houden? Ja, omdat mevrouw Ferry, Vieira, ik denk niet dat mensen het ontgaan is. Ze heeft vorige week nog een opmerking gemaakt dat eigenlijk
pas na 22 dagen kan je het resultaat zien. En die lockdown is toch verlengd met 14 dagen. En ze sprak vorige week al over 22 dagen. En eind van deze maand heb je toch dat de rechtszaak van de president voorgaat. Dus ik zie aankomen dus dat men het steeds gaat verlengen. Met de bedoeling dat politiek Suriname, althans de winnende partijen van de laatste recent gehouden verkiezingen, hun ding niet kunnen doen, waardoor dus het land verlamd raakt. Ja. Ik denk bijvoorbeeld, ik heb steeds meer de indruk dat er politieke bedoelingen zijn. En dat het gewoon te maken heeft met het verlies van de NDP die ze niet kunnen accepteren. Ja, meneer Ricky Stuttgart, u bent er vanaf het begin oneens geweest met deze lockdown. Sommige mensen zijn de mening toegedaan dat u mogelijk overdrijft. Bent u daarmee eens wanneer mensen dat tegen u zeggen? En misschien hebt u dat ook gehoord. Ja, ik heb het bijvoorbeeld gehoord, maar luister. Toen God de wereld maakte, was hij dus zelf aan het eind ontevreden over wat hij allemaal gemaakt had, want hij heeft de mens gemaakt. Dus dat er altijd mensen zullen zijn die het met je oneens zullen zijn, dat is een normaal ding. Maar laten we kijken eventjes. Men kijkt dus naar Italië en naar Spanje. En men ziet dus de duizenden mensen die dood zijn gegaan. Wat men bij wijze van spreken dus niet doorheeft, is dat eigenlijk van de positief geteste gevallen het slechts 4% is. Wereldwijd zijn het aantal doden 5,7%. Wanneer we kijken dus naar Spanje en Italië, dan is het dan wel schokkend. Maar de gemiddelde leeftijd van de mensen die daar allemaal overleden zijn, is 80 jaar. De mensen zijn bijvoorbeeld hebben al een verzwakt immuunsysteem. En de mensen hebben ook nog onderliggende ziektes. En ze zitten allemaal in tehuizen. Dus wanneer één persoon daar geïnfecteerd raakt, infecteert hij meteen de boel. Vandaar dus dat je zoveel, wanneer we kijken naar absoluut, dan zie je dus hoge aantallen. Maar het is nog steeds 4% van de aantal mensen die in Italië geïnfecteerd zijn. Kijken we naar Suriname, dan hebben we op dit moment 137 positief geteste gevallen en 2 doden. Dat komt op 1,4%. En ik verwacht niet dat, en dat we dus nu plotseling een toename hebben, want we hadden na 31 maart, was er een rustperiode, waar zogenaamd coronavrij. En ineens plotseling zagen we een stijgende lijn na de verkiezingen. Maar dat komt omdat vanwege die verkiezingsroes, en mensen geen rekening hielden met de hygiëne, de voorschriften en met social distance. Waardoor dus mensen zich hebben geïnfecteerd. En zelfs degenen, de leiders die met die regels gekomen zijn, en toen hoorde ik ook het team niks zeggen, de leiders die de regels hebben gemaakt en hebben doorgedrukt, zij hielden zich ook niet aan de hygiëne regels en aan de regels die door COVID zijn gesteld. Wanneer we dus nu na de verkiezingen geregistreerde gevallen krijgen, dan moet je gewoon 14 dagen aftrekken om te kijken, om te kunnen inschatten wanneer de mensen geïnfecteerd zijn geraakt. En dan ga je zien dus dat het ten tijde is van die verkiezingscampagne roes en na de verkiezingen. En ik maak een kleine zorgige berekening dat 25 mei, 26, 27, 28 mei, dat er ook nog steeds wat een social cost, een distance, dat er daarmee geen rekening werd gehouden. Wanneer dus dat optelt met 14 dagen, dan is het verwachtbaar dat we dus nog 11, 12, 13, 14, laten we zeggen 15 juni, nog positieve gevallen gaan krijgen. Maar je ziet dus dat we nog steeds lager liggen dan het normaal. Ik heb een berekening gemaakt toen het nog 122 gevallen waren. En toen had je bijvoorbeeld dus twee doden. Als we dus mevrouw Ferrier mogen geloven, 75% van de mensen die geïnfecteerd zijn, zijn niet ziek, zijn gezond. Dus als je dus 75% aftrekt van die 122, dan kreeg je bijvoorbeeld, kwam je op 84 mensen die gezond zijn, die wel geïdentificeerd zijn als positief, maar ze zijn gezond. Dus 28 van de mensen waren dus ziek.
De literatuur geeft aan dat 85% van de zieken zonder medicatie beter zullen worden. Dan komen we op 24. Dus van die 28 zieken ga je hebben dus dat 4 serieus ziek gaan worden. En als we dus kijken dus naar dat 5%, eigenlijk is het 5,7% wereldwijd. Maar laten we even aannemen dat 6% doodgaat. Gaat u eventjes naar hoeveel dat is van die 4. Laten we gewoon aannemen 1 persoon. Dus ik vraag me af, moeten we dus zulke maatregelen treffen omdat 1 persoon doodgaat? Elke week gaat er iemand in het verkeer dood. Het afgelopen jaar, 2019, zijn er in totaal 80 mensen in het verkeer dood gegaan. Dus eigenlijk 1,5 persoon elke week. Maar we hebben toch niet gezien dus dat er een lockdown in alle straten is georganiseerd. Ja, maar, Die voorzorgsmaatregelen, ik ben wel voorstander dat er de voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Maar dat je die totale maatschappij moet vernietigen, dat is overdreven. Ja, meneer Ricky Stuttgart, gelooft u dat men er een hype van maakt? Ja, men maakt er een hype van. We kijken dus naar die, we kijken bij wijze van spreken dus naar Brazilië en we kijken dus naar het aantal. Maar we hebben die ghetto's van Brazilië niet. Waar mensen op bergen wonen en eigenlijk in krotte woningen met zinkplaten. Hygiëne, sanitaire voorzieningen zijn er niet. Natuurlijk, als er iemand daar ziek wordt, raakt de boel geïnfecteerd. Die ghetto-situatie heeft Suriname niet. Ja. En veel in Zuid-Amerika heb je van dat soort gebieden. Sanitair ontbreekt totaal. Dus ik denk dus dat er een hype gemaakt wordt. Dat is waarschijnlijk spannend. Er zijn waarschijnlijk internationaal mensen die daarvan profiteren. Maar u ziet ook dus dat er steeds meer kritiek komt omtrent die lockdown. Niet alleen Suriname, maar ook internationaal. Ja. Itaran Sharan heeft protest geleverd. Belfort heeft protest geleverd. Yogi heeft protest geleverd. Fes heeft protest geleverd. Chambenda heeft duidelijk aangegeven dat vooral die familiebedrijven worden kapot gemaakt. Je gaat een situatie hebben dat we een purische overwinning gaan hebben. We gaan ons over, misschien in jullie vertellen, Suriname is coronavrij. Maar onze totale economie is totaal vernietigd. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Dat is een purische overwinning. Ja. Meneer Ricky Stuttgart, tot slot. Wat had u, of wat wilt u graag anders zien? In eerste instantie moet het COVID-team ervoor zorgen, voor rust zorgen. Omdat hun handelingen zorgen voor paniek. De winkels kunnen niet van 7 tot 2 maar open blijven. De winkels moeten gewoon die normale werkdagen, winkeltijden open blijven, waardoor er meer spreiding is om je spullen te kopen. Het COVID-team moet zich focussen op dat mensen de hygiënische maatregelen in acht nemen en dat ze hun weerstand versterken. En hun weerstand kan alleen versterkt worden doordat ze dus groenten en fruit en sappen betaalbaar en beschikbaar moeten zijn, vooral ook voor de sociaal zwakkeren. Wie niet in staat is voor groente en fruit en vis en vlees te zorgen, daar moet de overheid daarvoor inspringen. Maar je kan geen regels met regels komen en je gaat bijvoorbeeld de dagloner, de weekloner, de hosselaar die dagelijks op straat moet gaan om wat te kunnen verdienen om het gezin eten te geven, je kan ze niet zeggen van stay at home. Als dit zo door blijft gaan, je mag ervan verzekerd zijn, op een bepaald moment komt er burger ongehoorzaamheid, omdat we hebben drie behoeftes. We hebben drie behoeftes, een primaire, een secundaire en een tertiaire. En de primaire behoefte van elk mens, van elk levend wezen, is om te overleven. En als je dus een gezin hebt met 5 kinderen, en je hebt niks te eten en je mag niet op straat gaan met je life, je gaat op straat gaan. Je gaat bijvoorbeeld dan desnoods maar doodgeschoten moeten worden, maar je gaat ervoor zorgen dat je kinderen te eten ziet. Dit is niet juist en ik ben namelijk de mening toegedaan dat het naar een politieke, er zijn politieke bedoelingen achter, ook al zegt mevrouw Ferrier dat niet juist is. Omdat het overprofessioneel is en nu zegt men dus dat als je dus op straat gaat, dan ga je bijvoorbeeld 6 maanden lang worden opgesloten. Of je gaat een boete moeten betalen van 5.000. Waar gaan wij naartoe? Dit is een concentratiekamp in Suriname.
een moderne concentratiekamp met een pasjes systeem. Meneer Ricky Stuttgart, mag ik u bedanken voor uw bijdrage vandaag in de Rashid Pirkanske La Jorkel. Ja. Prima, dan hebt u dat gehoord. Ik had het telefoongesprek eerder met hem gemaakt. En die heb ik daarnet aan u gepresenteerd. En u neemt dat mee voor uw eigen oriëntatie. Maakte ik eerder een opmerking dat men de lijst van supermarkten niet heeft gepubliceerd. Ik kreeg net een update dat men het vandaag wel heeft gedaan. Dus die lijst van supermarkten die open zijn, die heeft men wel gepubliceerd. We gaan het over pakweg 30 minuten. Gaan wij deze lijst publiceren op de website van Dagblad Suriname. Let wel, over binnen 30 minuten loaden wij deze lijst op voor uw oriëntatie op onze website van Dagblad Suriname, zodat u precies kunt weten welke winkel in uw woonomgeving, in uw respectieve resort, wel open zal zijn. Dit is Rashid Pirkan Skala Jorkal. Ik ben straks weer terug. Ga even eruit voor een reclamebreak. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkan Skal Ajorkal. Mijn naam is Farid Pirkan en ik presenteer u deze uitzending. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Deze uitzending is te zien via Alpha Televisie kanaal 5.2. Het is te zien via YouTube, RBN Suriname. Het is ook op Alpha Channel Facebook Suriname te zien. En ook via RP de Hot One 89.7 FM. De supermarkten die open zijn, die lijst hebben ze geproduceerd. Dus u kunt deze lijst zien op onze website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar dbsuriname.com. U gaat daarvoor naar dbsuriname.com. Dan ziet u een lijst van supermarkten die open zijn. En deze lijst is niet door ons samengesteld, maar samengesteld door het COVID-team, zodat u weet welke winkels in uw buurt, zo u wilt, in welke resorten open zijn. We verwelkomen uw telefoon weer in deze uitzending. De lijn is weer opengesteld. We hebben later vanavond nog een gesprek met meester Iris Nazir ten aanzien van de uitspraak dat u beboet zult worden en dat u 25.000 moet betalen en dat u 6 maanden in de gevangenis gaat. Het is een uitspraak die veel mensen bang heeft gemaakt, zonder dat de desbetreffende persoon die die uitspraak heeft gedaan de onderbouwde regels bij heeft gevoegd. Want zo eng is het weer niet als zo eng men het heeft gebracht. En daarvoor gaan we straks praten met meester Iris Nazir in Rashid Pirkan Skala Jorkel. By the way, wat andere informatie voor u in deze uitzending. Het ontzield lichaam dat vrijdagmiddag rond 1:30 was aangespoeld blijkt te zijn van de 31-jarige Sergio Pinas. De politie van Geiersvliet kreeg de melding van dit geval. Ter plaatse en wel bij de sluis nabij de Aanmeersteiger aan de Anton Drachtenweg was het lijk van Pinas aangespoeld. De politie heeft het stoffelijk overschot ter obductie in beslag genomen en het onderzoek duurt nog voort. Gisteren dinsdag is een laagbouwhouten woning in brand gevlogen en is aan de Ingipipaweg. En dat is een zijstraat van de Henry Fernandesweg. Vooralsnog zegt brandweervoorlichter Alton Pinas dat het mogelijk een vakantiehuis was, want er was niemand aanwezig en er werd ook geen gascilinder aangetroffen. De oorzaak is vooralsnog ook onbekend. Goedenavond, u bent in de uitzending. Farid, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hoe ga je met je naam genoeg? De betere versie? Of Steri. Met wat? Met de overwinning toch? Oh, je bedoelt van ons allemaal? Ja, dus van okay. Het land. Ja, ja, geweldig. Ja. Geweldig. Oké, er zijn een aantal maatregelen getroffen door het COVID-team. En een van de maatregelen is dus dat de winkels van 7 tot 2 open moeten zijn. Nu vraag ik me af in hoeverre het voor een heleboel bedrijven en winkels haalbaar is, omdat traditioneel de meeste winkels en bedrijven rond 8 uur open gaan. Dus
je zou dan een bijzondere toestemming moeten hebben van het COVID-team om dus om 8 uur open te gaan en eventueel tot 2 uur of tot 3 uur te kunnen werken. Dat is dus 1. Een tweede ding, en dat vind ik in principe een zeer gevaarlijke situatie. Er is, dacht ik, gisteren, vandaag is woensdag, door de hoofdinspecteur van politie, de heer Naarden, aangegeven dat mensen die buiten hun categorie eventueel de straat op zouden komen. Jij bent Pierkaan, dus je zou moeten wachten tot, dacht ik, vrijdag of donderdag. Maar als je dus bijvoorbeeld gisteren op straat zou komen, dat je dan het zou kunnen riskeren om boete op te lopen van 25.000 SRD of eventueel een celstraf van plus minus 6 maanden. Wat schetst mijn verbazing? Dat de voorzitter van de politiebond vandaag aangeeft dat de politie niet bevoegd is, omdat er geen presidentieel besluit is waarbij men moet optreden tegen deze overtreders. Ik vind dat je dan bezig bent een vorm van anarchie bezig bent te ontwikkelen. Een hoofdinspecteur van politie, en het is niet een gewone meneer Naarden, het is de woordvoerder van de korpschef, die maakt een besluit bekend, gedaan door het COVID-team. En dan krijg je dus dat de politie op een gegeven moment zegt van ja, aantal regels die ze hebben binnen de strafwet en de strafvordering, dat er nergens een presidentieel besluit is, waardoor dus de politie niet als zodanig zal optreden om de mensen te beboeten. En dan heb ik nog een derde case. Een moeder, een alleenstaande moeder, die 5 kleine kinderen thuis heeft en noodgedwongen is de straat op te gaan om, laten we zeggen, voedingsmiddelen en andere zaken voor haar gezin in te kopen. Of te gaan verkopen, ze moet gaan verkopen, raakt besmet. Wat gebeurt er met die kleine kinderen? Ik denk dat ik deze 3 probleemstellingen aan je voorleg en dat je daarop commentaar kan geven. En voor de rest zou ik zeggen, ja, een hele fijne dag. Assalamu alaikum. Oké, welkom salam. Kijk, laten we beginnen bij het laatste. Ten aanzien van het voorbeeld van een vrouw die dan besmet raakt en die kinderen. Ja, ik heb er geen antwoord op. Ik neem aan dat mensen verschillende scenario's in place hebben gebracht. Van de best case en de worst case scenario's in place hebben gebracht. En dat is wel een heel goed voorbeeld waarvan men een antwoord op moet gaan geven. En ik kan derhalve geen antwoord daarop geven. Ten aanzien van die uitspraak van inspecteur Naarden vind ik, en ik heb het daarnet gezegd voordat jij inbelde, dat Naarden ook tegelijk moest aangeven en hij moet zich verwittigen of die noodwet ondersteund wordt door een presidentieel besluit. Als dat besluit er niet is, is het een wet, een regel die hangt in de lucht, is gebakken lucht. En daarvoor moest hij zich verwittigen. En als die politiebond zegt, er is geen presidentieel besluit dat het ondersteunt, beroept de bond zich op wetgeving. Omdat de politieorganisatie, ja, beroept zich op regelgeving voor zij kan handelen naar de burger toe. Anders kan die burger ook naar de rechter stappen. We hebben dat gezien bij het besluit van de rij- en voertuigenbelasting toen dat werd doorgevoerd. Toen heeft de politiebond ook terecht gezegd, ze kunnen het besluit niet uitvoeren omdat er geen aanvullende regelgeving voor was. En zo hebben we gezien dat het rij- en voertuigenbelastingssysteem als een gebakken lucht is blijven hangen van ergens naar nergens. Dus de bond heeft geen ongelijk. De politie mag niet optreden naar eigen goedvinden. De politie is ook gebonden aan regelgeving.
En als die regelgeving er niet is, en als zegt de korpschef het, de korpschef kan ook niks zeggen dat het niet aan regelgeving is, omdat een maatschappij wordt geordend op basis van regelgeving. Dus dan kan ik die bond geen ongelijk geven. Dan moest inspecteur Naarden, voor hij is gaan praten, zich laten verwittigen. Verwittigen wordt datgene wat hij gaat zeggen ondersteund door een presidentieel besluit. En wij begrijpen nu van de bond dat het niet wordt ondersteund. Dus Naarden heeft derhalve, als de bond gelijk heeft dat het besluit er niet is, voor onnodig paniek gezorgd. Onnodig paniek gezorgd. Dus we zullen zien hoe dat verder afloopt, maar ik heb straks hieromtrent een gesprek met meester Iris Nazir. Hieromtrent. En ik heb haar eerder op de middag gesproken en we gaan straks dit gesprek aan u laten horen wat haar mening is ten aanzien daarvan. Dit is Rashid Pierkans, Kul Ajor Kul. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, Miguru. Hoe gaat het met Afisa? Inoangi Mwambrasa. Oké, prima. Miguru Mwambrasa. Kevlar Duar. COVID-free, hè? Is COVID-free, hè? Echt wel, echt wel. Ik word er niet goed van. Mami, gimtori, gimtori. Ik word er niet goed van, Hugulu. Gimtori. Ik zit met iets, hè. Vertel me. Want ik kan dat ding niet volgen bij COVID, wat de duidelijkheid. Weet je, je bent een bigisma. En misschien ben je niet zo sterk meer als vroeger. En dan heb ik iemand die voor je komt schoonmaken. Niet elke dag, maar twee keer in de week. En ik kreeg geen duidelijkheid wat moet zo gebeuren dat deze persoon nog bij je kan komen om de werkzaamheden te verrichten. Want ik heb iemand die al 10 jaar bij me werkt. En ik weet niet wat ik moet doen. Of ik ook naar daar bij Valentia moet gaan of ik een bewijs moet hebben voor die mevrouw. Dat ze bij me komt de nodige, ja, ze kan me helpen met het een en ander. Dus wat moet je bij deze doen? Of zulke mensen, mogen deze mensen dan nog komen om hun werk te verrichten bij jou? Dat is mijn vraag. Oké. Ik heb niet een antwoord voor je, maar ik ga zo meteen een link in beeld laten brengen van COVID-SR. Misschien kan Sager dat in beeld brengen. En dat is een website van het COVID-team. Als je naar die website gaat, dan scroll je er doorheen, dan ga je komen bij helpdesk. Nee, niet dit. Ja. Ik heb een link voor Sager even gestuurd. Dat is COVID.sr, COVID-19.sr. En dan ga je er naartoe en dan kijk je naar helpdesk. En dan stel je daar je vraag. Dan stel je die vraagstelling die je aan mij hebt gesteld, stel je daar. En ik ga ervan uit dat ze een apparaat in werking hebben dat jouw antwoord kan geven. Want het zou voor mij niet correct zijn om jou een half antwoord te geven. Ja. Oké? Ja, maar het is moeilijk toch? Ja, ik begrijp het. Want je bent in een ritme van je huishouding en 100%. Dan krijg je dit nou. Ja, behalve je ritme van je huishouding. Weet je? Dus ik zit ermee hoor. Ja, maar behalve je ritme van je eigen huishouding, de mensen die schoonmaakwerk doen in verschillende huishoudens, die hebben ook geen loon nu, hè? Ja. Want ze worden op dagbasis betaald, hè? Dagbasis, ja, klopt. Ja. Helemaal. En dat is mana money. Ja, precies. Dus daarmee zit ik ook. Dat is een groter probleem. Want die mensen rekenen erop dat ze 2-3 keer per week ergens kunnen werken, wat geld kunnen krijgen om brood, boter en melk te kopen. Dat is een probleem. Ja. Ja. Dus helpdesk. COVID-19, no? Ja, COVID-19.sr. COVID-19.sr. En dan ga je naar helpdesk en dan stel je die vraag daar. Ja, en dan vraag je die mensen ook wie die lonen gaat betalen van die mensen. Abu, gerre? Ja, precies. Een regel. Hi, Abu. Dank je. Fijne avond. Dank je wel, dank je wel. Dit is Rashid Pierkanskel, Ajorkel. Dus, dames en heren, er is een website, zover u over internet beschikt. Dan gaat u naar covid-s19.sr. Dan scrolt u naar helpdesk en dan deponeer je je vraag daar. Maar je moet altijd concreet zijn met je vraag, hè? Ga geen lange berenverhaal eerst vertellen.
om dan uiteindelijk een vraag in het midden te zetten. Wees even snel concreet met je vraag, zodat de mensen die dat behandelen het snel kunnen zien en het ook een snelle reactie kunnen geven. En ik ga ervan uit dat ze nu de afgelopen anderhalve week een aantal standaardvragen hebben ontvangen, waarvoor ze al antwoorden hebben. Want het zijn steeds de basisstandaardvragen die komen, met uitzondering van een paar afwijkingen, waarvan ze reeds copy-paste antwoorden hebben. Dat zou ook waarschijnlijk niet ingewikkeld ook voor hun nu moeten zijn, met uitzondering van die mogelijke afwijkende vragen die niet in het patroon van hun zit. Zo, andere mensen die mij ook hebben verteld, is dat iemand zegt, kijk, sinds dit COVID-ding aan de gang is, want eerst hadden we partiële lockdown, dan hebben we totale lockdown. Iemand zegt, ik heb al 3 maanden, kan ik niet werken. Want bij die partiële lockdown, dan ging het ook up en down. En nu heb je total, dus ik vraag mijn gemoede af. Daarom zei ik, men gaat een geruïneerd land achterlaten. Men heeft geen idee wat men doet. En mevrouw Feira valt onder de president. Mevrouw Feira is van de hoofd van de Veiligheidsdienst, DNV. En zij rapporteert aan niemand anders dan de president. Ze heeft niets te rapporteren aan korpschef of die chef of whatever chef. Ze valt rechtstreeks onder de president en bij niemand anders. En ik weet niet of zij de juiste persoon is die dit team moet gaan leiden. NCCR is weer een andere vertakking. NCCR valt onder kolonel Sleengaard. Dus dat is weer wat anders. Dus we moeten goed naar dat ding kijken. Want ik ga u zeggen, als dit ding klaar is, aheer kondre brokko. Mensen hebben geen idee wat het betekent alles weer brick by brick op te gaan bouwen. Brick by brick op te gaan bouwen. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, u bent in de uitzending. Meneer Pierkant, goedenavond. Meneer Pierkant, goedenavond. Ik wil even een en ander zeggen en graag uw reactie horen. Meneer Bouters had heel veel beloofd voor de verkiezingen. Bitter weinig gerealiseerd. Meneer Santokki die belooft ook heel veel. Maar ik hoop dat hij het zal realiseren, want ik hoop niet dat ze hem straks Mandraak de Tovenaar gaan noemen. En dat vooral de eenheid binnen die coalitie er blijft. En dat Cassano Brokkel uiteengaande de rit. Want dat zeg ik, kan ik bijna het gevoel hebben of voorspellen dat de verkiezingen van 2025 ook even spannend zullen worden. En nu? Als laatste. Ja. Als laatste. Mm-hmm. Laten we met een schone lei beginnen. Geen veroordeelde op posten. Of ex-veroordeelden. Ja. Laat men daar rekening houden. Ook geen namen te noemen van mensen in die coalitie nu. Prima. Of die moeten aantreden. Prima. Oké. Okay. Dank u wel. En bedankt nog, meneer Pierkant. Dank u wel. Ik hoop dat mensen de gevoelens van de luisteraars meenemen. Want wij zijn... Het probleem is niet begonnen bij de incoming president. Nee, het probleem bent u komen aantreffen. Want toen men met die slogan kwam, niks no fout, betekent alles mag. Toen men is gekomen met zand erover, heeft men daar gezegd, ga maar opereren in een grijs vlak. Toen men heeft gezegd tegen jou, niks no fout, heeft iedereen gehuppeld, niks no fout, toch? En dat was een grijs vlak. Dus die incoming president komt ruïne aantreffen. Dus daarom zeg ik, we moeten hem even ruimte geven. Want hij is er nog niet. Ik zeg je, hij gaat het economisch geruïneerd land aantreffen. En hij gaat niet alleen een economisch geruïneerd, hij gaat een totaal geruïneerd bedrijfsleven aantreffen. Geruïneerd bedrijfsleven aantreffen. En wat is het effect ervan? Het effect ervan is dat het generaties gaat duren. Let hou vast, hè. Misschien 1 generatie gaat het duren om alles weer op te bouwen. Want bedrijven bouw je niet overnight. Vertrouwen bouwen bij je klanten bouw je niet overnight. Vertrouwen bij de burger dat die beter moet verdienen gaat niet morgenochtend kunnen gebeuren.
alles gaat weer brick by brick moeten gebeuren. Ik neem mijn eigen voorbeeld. Nou, wij proberen breedstand te houden. En daar zijn er bedrijven die 10 keren groter zijn. Geloof me. Maar wij proberen mensen niet te ontslaan. Want ik hou van mijn mensen. Dat is wel een verschil. Ik hou niet van luie mensen. Ze kennen me. Luie mensen ga ik opzouten, direct. Wegwezen. Maar ze zijn goede mensen. En daar houden. En ze hebben geen vuil flik idee wat het bedrijf mensen meemaken. Die mensen die daar toespraken. Daarom wil ik dat mevrouw Vera, haar persconferentie op Zoom houdt, zodat ik ook kan meedoen met haar. Want ik ga niet naar die zaal. Ik ben nooit gegaan naar die zaal. Hou die persconferentie via Zoom, mevrouw Vera. Dan wil ik met u meedoen. Want ik ga je geloven, want ik ga je veel leren. Je mag me geloven, ik ga je veel leren. Jij gaat me wel kunnen leren qua militaire dingen, want dat is jouw vak. Maar dat ga ik van jou hoogwaarschijnlijk leren. Maar je gaat me geen andere dingen leren, geloof me. Jo? Dus ik wil wel meedoen. Maar ik wil niet naar een persbriefing gaan en dan in slaap vallen en zeggen, laten we luisteren naar His Master Voice. Wat heb ik aan His Master Voice? We hebben dat toch 10 jaar gehad, His Master Voice. Je moest alleen maar luisteren, want die regering heeft 10 jaar nooit persconferenties behoorlijk gelegd. Nooit. Wat is het uiteindelijke resultaat? Kapotte families, kapot land, kapotte economie, kapotte bedrijven, totaal kapot. Dat is wanneer je centralistisch beleid voert. En dat hebben ze gevoerd. Wat is het resultaat? Alles om jou heen is het resultaat. Dus wanneer mevrouw Vera, met liefde hoor mevrouw Vera, doe het op Zoom. Doe het op Zoom. Dan help ik mezelf. Milewa vrouw, ze haalt internationaal nieuws niet omdat ze zo slim is. Ze haalt hoogwaarschijnlijk internationaal nieuws omdat er uitspraken zo komisch zijn. Niet door slimheid, maar komisch zijn. Daardoor haal je het nieuws. Dus ik hoop dat ze het op Zoom doet. Ik wil wel dan participeren om een bijdrage te kunnen leveren. Want dit systeem gaat niet werken. Maar ik ga u niet zeggen dat u er tegen moet gaan. Want ik ga niet tegen regelgeving in. Al ben ik het niet eens. Ik ga niet tegen regelgeving in en dat ga ik u nimmer adviseren. Dat gaan we niet doen. Wat niet betekent dat we niet mogen praten en niet mogen zeggen wat we denken. Maar ik ga u niet adviseren, dus we houden ons aan de regelgeving zoals gesteld tot nu toe. U bent in de uitzending, goedenavond. Ja, meneer Pirkan, goedenavond. Ik kan me niet meer inhouden. Ik zeg nee, ik ga toch een belletje plegen. Ik kan gewoon blindelings met uw stelling en alles wat u daar poneert en zegt, ik kan me gewoon erin terugvinden. En ik zeg nee, vandaag ga ik dan toch wel bellen. Ik zeg ook van, we zijn nu allemaal zo in die roes hè, van de NDP weggestemd. Maar het zal echt niet morgen gaan gebeuren van wanneer dit alles is opgepakt. Echt waar, meneer Pirkan. En ik zeg elke keer, laten we nuchter blijven, laten we realistisch blijven en laten we niet gaan zitten dagdromen. Echt waar. Ik moest het even kwijt. Ik moest naar u bellen om dit echt te zeggen. Echt. Dit zal echt niet morgen ophouden. U mag het ook weten, ik heb gereageerd op uw FB-dingen. We staan ook in de winkel. Meneer Pirkan, er zijn mensen ook die van dag op dat dag leven. Mijn God, wat gaat er met die mensen? Het is ongelooflijk. Meneer Pirkan, als wij dingen van de groothandel betrekken, dan moet je dat ook tegen die prijs gaan verkopen. Hoe moet de man dat allemaal gaan betalen? Meneer Pirkan, het is gewoon verschrikkelijk, hartverscheurend. Je weet het even niet meer, hè? Ook jij wil de mensen helpen. Ja, maar dan word jij sociale zaken. Dan mag jij de winkel gaan sluiten. Want dan, jij bent eveneens zo'n consument, jij liefst ook. We beginnen 6:00 a.m, meneer Pirkan. 6:15 worden we aangeleverd brood. Ik heb voor u geschreven van u mag naar ons toe komen om brood te halen. 6:15, dan beginnen we. We beginnen gewoon in de winkel en we draaien door. Je wilt gewoon ongeacht iedereen helpen.
ongeacht meneer Pierkan, het is niet, mijn God, ik kan het niet in zonder woorden brengen, ik kan allemaal niet verwoorden. En wat er nu gebeurt met deze lockdown, meneer Pierkan, nee, ik weet niet hoe we dit te boven gaan komen, maar dit is een totale desaster, totaal desaster naar de economie toe. Meneer Pierkan, ik moest het kwijt, echt waar, ik moest het kwijt. Oké, okay, dank u wel. Dank u wel, ook veel sterkte toe. Ik kan alle mensen, inclusief mezelf, veel sterkte toewensen. De mensen hebben geen idee wat ze doen. Wanneer Bouter zo weg is, want hij heeft verloren. Wanneer mevrouw Simons weg is, want ze heeft verloren. Wanneer Misikaba weg is, want ze hebben verloren. Gaat de nieuwe regering een geruïneerd land overnemen. Ik zeg het u, een geruïneerd land. Omdat vele mensen kijken naar wat in de bovenlaag gebeurt. Maar ik heb meer informatie over stap 2, 3, 4 en 5. En wat geruïneerd is, is gigantisch groot. Gigantisch groot. Die schulden die gemaakt zijn, dat gaat generaties voor betalen. U hebt er geen idee van. Is net wanneer u een persoonlijke schuld hebt. U moet een land in groter verband zien, maar niet met een klein verband voor uzelf. Je hebt een schuld genomen bij een autohandel of bij een bank om een auto af te lossen. Jij weet hoeveel moeite je hebt om iedere keer 100 SRD of 200 SRD te betalen, toch? Want dat gaat van jouw vaste loon weg, hè? Dat gaat van je vaste loon weg. Dus dan moet je weten hoe lang het jou kost voor jou, voor jij die hypotheek of die afbetaling hebt gedaan. Jij weet het, want het verschilt per persoon aan de hand van de schuld die je hebt genomen. En zo moet je een land in groot verband zien. Groter verband. Zo hoofdpijn. Zo hoofdpijn. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Pierkan. Goedenavond. Een paar weken voor de verkiezingen, voor 25 mei, heeft de zittende regering heel wat buitenlanders binnengehaald. Ja, en niet gecheckt. Ze zijn naar binnen gekomen. Ze hebben ook voor hun gestemd, voor de NDP gestemd, omdat ze binnen een paar dagen ID hadden. En verbleef. En de meeste van hun, die buitenlanders, zijn Cubanen, Brazilianen, die bij security bedrijven zijn, in dienst zijn getreden. En dan vind ik het een kwalijke zaak dat ze nu alles op ons stoten, op de mensen. Je gaat een lockdown houden, je hebt financieel, economisch alles gecrashed van het land, dat we niet eens de middelen hebben om te kunnen leven. Ja, banken zijn gesloten, SZF is gesloten, heel wat calamiteiten. En dan vind ik het heel erg, toch, dat men nog durf had om voor de verkiezingen te zeggen, was meer een gratie, maar moest hem die boten. Toch? En het frappante van dit ding is dus dat die verkiezing al afgelopen is en we kunnen niet komen tot het bindend verklaren van de verkiezing. Dat zou de OKB, mevrouw Jennifer Silos, moeten doen. Maar tot heden horen we niks. Want als dat gedeelte af was en als het parlement op 29 juli aanstaande, in deze maand dan, zitting gaat nemen en een president en een vicepresident heeft gekozen, dan kan men overgaan tot een nieuwe regering, toch? Die zal aantreden 12 of 13 augustus, meen ik. Toch? En dan kan er weer iets anders zijn. Mensen zijn al moe van dit gedoe. Toch? Er was een totale lockdown vandaag. Ik was gisteravond vrij plotseling ziek geworden. Ik heb een infectie aan mijn tand opgelopen. Ik belde al mijn minuutjes zijn opgeraakt, want ik moest links-rechts bellen naar de arts en niemand kan jou behandelen. Toch? Ik heb de dokter moeten zeggen van ik heb amoxicillin nodig om die infectie terug te laten dringen. Maar die dokter zegt, nee, je kan niet bij mij komen. En vanmorgen, toch, heb ik die risico maar genomen om naar de arts te gaan, om een recept te halen en dan die medicijnen te gaan halen bij de apotheek. Het is triest, zeg ik. Dus je kan in dit land, zonder die COVID, ga je nu wel ook dood, hoor.
Dus die mensen, kijk, dat van die mevrouw, die Farid had het ook gezegd, die, een mevrouw met 5 kleine kinderen. En als zij ziek is geworden, wat gebeurt met die kinderen? We weten het niet, dat zeg ik. Men belooft al bijna maanden, 3-4 maanden, zogenaamd tussen aanhalingstekens een noodfonds opgericht, 400 miljoen SRD is erin. Je houdt het volk gewoon voor de gek. Toch? Zeg het volk dat je het geld niet hebt. En als je het geld niet hebt, laat die stoel los en verlaat daar. Geef het over aan de nieuwe regering. Maar ga niet bij Abbott, bij meneer Bruiswijk, toch? En bedelen op de koop toe, toch? Is hij gaan knielen voor Bruiswijk. En heeft hem aangeboden $5 miljoen, plus nog de presidentschap van het land. Maar gelukkig is Bruiswijk, en echt petje af voor Bruiswijk, Ronnie Bruiswijk, dat hij niet erin is getrapt. Daarna gaat meneer Hoefdraad er naartoe. En ik neem aan dat hij dan het dubbele of misschien drievoudige heeft aangeboden. Van Horamoni, Disi, Ibakakba enzovoort. Gelukkig heeft meneer Bruiswijk. Ik zou in principe, als er 4 leden zijn die de coalitie uitmaken. Moet je dit soort gevallen niet gaan ontvangen toch? Je moet ze niet eens thuis ontvangen. En je zegt ze ook van luister, ik wil hebben dat die 3 andere leiders erbij zijn, voordat we een gesprek met jou kunnen aankaarten. Toch? Ja toch? Want je wil ook een goed deal naar man, toch? Okay. Ik bedoel, heb haar. Toch? Want anders gaat het lijken alsof je iets je stiekem gaat doen. En dat moet het niet zijn, want jullie hebben een protocol getekend. Via uw medium zeg ik het, ze hebben een protocol getekend, al die 4 leden. Dan moet je daaraan houden en je moet niemand links-rechts zomaar ontvangen. Of je doet het gezamenlijk met z'n 4, of niet. Maar ik ga weer even terug de mensen, om de mensen te helpen. Er zijn basiskaarten uitgegeven. In plaats van die, die kaarten die ze vroeger hadden. Voor mensen die niet gingen werken, toch? Als je dus arm bent, je werkt niet, on- en min vermogen. On- en min vermogen kaart. Ja, on- en min vermogen kaart. Ja. Dus deze man frustreert ons alleen. Die basiskaart, aan de hand van de basiskaart, als je een basiskaart Farid hebt, wil dat zeggen dat ze je gecheckt hebben bij de belastingen, dat je sowieso beneden de belastingregels bent. Dus dan krijg je zo'n kaart. Wel, iedereen die een basiskaart heeft, geef ze, ik heb enkele maanden terug ook gezegd, geef ze een 5000 SRD, dat die mensen, 5000 SRD is chicken feed voor hem. Als jij als president, en ik gun het je hoor, u bent president, ik gun het u dat u een bracelet van $65,000 draagt, en dat uw vrouw een tas van gas of whatever van $6,000 heeft. Maar ik kan me niet voorstellen, dat laat je eigen mensen, toch, pinaren, toch? Want in feite zie ik het als wraakneming. Omdat die mensen, ik weet het hoor, mensen hebben me verteld. Oké, okay, maar we gaan nu moeten afronden, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Even, om dit even duidelijk te maken, mensen hadden paarse t-shirt aan en ze hebben voor de andere partij gestemd. Ik wil de demissionaire president alsnog vragen. Ik wil Jeremy, begin die de man, toch? Hier lockdown, stop hier lockdown. Want door die lockdown ga je dat zaakje verergen. En begin de mensen te steunen. En niet alleen als ze van NDP zijn, geef je ze een pakket. Geef elke weg een pakket, toch? Begin Subescori, die zijn iedereen in te schakelen. Dat ze gewoon met hun trucks, Fernandes, dat ze met hun trucks in de zeestraten gaat. En Paramaribo, hou het voor Paramaribo. Prima. Mensen van Wanica moeten niet in Paramaribo bij de supermarkt gaan om inkopen te doen. Houd ze gescheiden. Okay. Paramaribo in Paramaribo, Wanica in Wanica, Komowijn in Komowijn. Want mensen van Komowijn gaan om inkopen te doen. Okay. Dus dat kan ook niet. Prettige avond verder. Okay. Dank u wel. En dank u wel voor uw... Ja. Ja, u ook. Mensen hebben veel ideeën, veel dingen stapelen op. Vooral als mensen nu veel meer ruimte hebben om na te denken, kunnen ze alles hoogwaarschijnlijk beter op een rijtje zetten. Deze lockdown is desastreus.
Maar we moeten het niet tegenwerken. Dit model werkt niet. Het gaat mensen vernietigen. Het gaat bedrijven vernietigen. En weet u wat het is met bedrijven? Van hoe waarschijnlijk denkt u? Ja, maar bedrijf aan of mij. Dus mijn is pang. Mijn bedrijf bos. Je hebt mensen die ook zo denken. Maar het zijn bedrijven die werkverschaffend zijn. Als jij vandaag een baan hebt, laten we zeggen toevallig, en je, dan werk je bij een bedrijf. Morgen hebt u een kind. Hopelijk als u kinderen hebt en een kind gaat krijgen, gaat dat kind naar school gaan. Dat kind gaat een bepaalde educatie krijgen, een bepaald niveau. Die gaat een baan moeten krijgen. Waar gaat dat kind een baan vinden? Bij een bedrijf. Maakt niet uit welk bedrijf. Maakt niet uit op welk niveau. Bij een bedrijf. Dus we moeten breed bedrijfsvriendelijk zijn. We hebben de afgelopen jaren een bedrijfsonvriendelijk beleid gehad in dit land. Mensen, men heeft mensen zodanig ja, in hun brein laten werken alsof bedrijven de vijanden zijn van de natie. Waar gaat je kind te werk vinden? Begin leg me uit. Doe precies. Je gaat Lanti, want bij Lanti, of je gaat naar een bedrijf. Of je zet ook misschien iets voor jezelf op. Dat kan ook. Dat kan ook. Maar je kans dat mensen nog dingen gaan opzetten is zo minimaal, omdat mensen frieten al hun reserves op, zover ze nog een reserve hebben. Zover ze nog een reserve hebben. Andere mensen hebben geen reserve. Je eet je reserve op. En het is nooit de bedoeling in je leven geweest om jouw reserve op te eten. Je hebt geleerd, ik moet sparen, ik moet mijn reserve opbouwen om een toekomstplanning te doen. Als je die reserve vandaag opeet, heb je morgen geen toekomst. Die reserve die je hebt opgebouwd vandaag om te zeggen, ik heb het gespaard omdat ik met geld ga investeren omdat mijn kind later naar school kan gaan, naar een betere school kan gaan, ik het kan betalen. Als je het nu opeet, wat gaat met dat kind gebeuren? Zo moet je het leven zien. Maar we eten dat geld op door een noodzaak, doordat we een ruïne hebben gecreëerd. Dat hebben we gecreëerd. En dat maakt me een klein beetje misselijk van dat systeem. Geloof me. Laten we naar een gesprek gaan luisteren. Ik heb gehad met meester Iris Nazir ten aanzien van die boete waarvan mensen zo allemaal zijn geschrokken. Waarvan we intussen al weten dat er geen presidentiële resolutie is volgens de politiebond. Dus het is gebakken lucht en het hangt als een worst die niets kan doen in de lucht. Gaat u mee. Mevrouw Iris Nazir, bent u aan de telefoon? Jawel, ik ben er. Nou, bedankt voor u dat u bijdrage wil leveren vandaag in Rashid Pirkans Kala Jorkal. We willen graag uw mening weten ten aanzien van het feit dat mensen nogal geschrokken zijn door de berichtgeving dat als ze in overtreding gaan vanwege de lockdown, zij mogelijk 6 maanden gevangenisstraf kunnen gaan krijgen en een eventuele boete van 25.000 SRD. En daarvan zijn een heleboel mensen van geschrokken. In hoeverre is dat correct en hoeverre kunnen deze sancties ook echt worden uitgevoerd? Ja, ik heb dat bericht ook gezien. We hebben eigenlijk vanaf het begin, vanaf deze wet, de wet uitzonderingstoestand COVID-19 is afgekondigd, hebben we erop gewezen dat bepaalde zaken in die wet niet correct zijn aangegeven. Er is bijvoorbeeld aangegeven in artikel 4 dat specifieke maatregelen die door de regering getroffen worden bij presidentieel besluit vastgesteld moeten worden. Het gaat in deze om maatregelen waarbij persoonlijke vrijheden van burgers worden beperkt. En als we kijken naar de grondwet, artikel 16, daar is aangegeven dat vrijheden, dat niemand van zijn vrijheid zal worden beroofd, anders dan op gronden en volgens procedures bij wet bepaald. Dat wil zeggen dat als deze maatregelen getroffen worden, die zijn genomen bij de lockdown, dat die bij wet bepaald moeten worden en niet bij presidentieel besluit. Dus dat is alvast één van de redenen waarom de sancties niet getroffen zouden kunnen worden. Een andere is dat het genoemde presidentieel besluit, dat nergens te vinden is. Er is door mevrouw Feira tijdens een van de persconferenties wel verwezen naar een presidentieel besluit, maar het bedoelde presidentieel besluit waarin deze maatregelen genomen zijn, of genomen zouden moeten zijn, die is nergens te vinden. Het zou gepubliceerd moeten zijn in het ARS,
Maar, en eventueel op de website van DNA. Maar we hebben dat niet gezien. Dus we vragen ons af, ik vraag me in ieder geval af, als die, dat presidentieel besluit er wel is. Los van het feit dat het wel of niet bij presidentieel besluit kan. Ja, maar nu schrikt de bevolking wel van het feit dat ze horen 6 maanden gevangenis, 25.000 SRD, en die gewone samenleving die houdt zich niet zozeer bezig met wetgeving, en ze schrikken van als ze dat horen. Ja, kijk, dat zijn maximale sancties die getroffen kunnen worden. Dus maximaal 6 maanden of maximaal 25.000 SRD. Maar dat kan alleen als inderdaad het presidentieel besluit er is. Om dat, waarin die maatregelen zijn genoemd. Ja, maar kijk, als zoiets zich voordoet dat ze een boete opgelegd krijgen, dan gaat de politie eerst een procesverbaal maken. Je komt dan voor de rechter, je wordt gedagvaard bij de rechter. En dan kan je altijd nog je verweren daarop voeren. Dus dat het daadwerkelijk tot een boete komt, of strafmaatregelen, zal dan door de rechter worden bepaald uiteindelijk. Oké, maar gezien het feit dat volgens jou bepaalde zaken nog niet in place zijn, kan men deze actie dan niet uitvoeren? Klopt. Deze actie kan niet uitgevoerd worden. Op grond waarvan ontleent de politie de bevoegdheid om mensen een boete te geven? Ja, maar op grond waarvan denk je dat inspecteur Naarden dan die uitspraak heeft gedaan als hij de basisgrondslag niet heeft of kent? Dus er is een vermoeden dat er misschien wel een resolutie is, zo'n een presidentieel besluit. Maar dan moeten zij dan met die informatie komen. Ze moeten de samenleving wel informeren. Kijk, de bedoeling van wetgeving en van maatregelen is niet om mensen dusdanig af te straffen. De bevolking moet juist worden beschermd. Dat is de bedoeling van wetgeving en van maatregelen. Dus door de mensen nu zo af te schrikken, zonder ze aan te geven op grond waarvan je de maatregelen treft, en waar de maatregelen staan, door letterlijk die resolutie te tonen, publiceren, er is een website, maak het bekend. Dat is wat ze nu moeten doen. Maar nu maken ze de mensen alleen maar bang. En iedereen denkt van, is het nou waar, is het niet waar? En als ik plotseling voor iets dringends toch op straat moet, krijg ik een boete. Maar er zijn sowieso uitzonderingsgevallen. Er kan altijd een noodsituatie voordoen. Maar wie gaat nou vaststellen als ik wegens een overmachtssituatie op straat ben of niet? Gaat de politie dat vaststellen? Of ga ik, als ik zeg dat, stel dat ik een baby thuis heb en ik moet dringend melk hebben. En ik zeg aan de politie, ja, van mijn ik heb letter A, maar vandaag is mijn letter niet aan de beurt. Maar ik heb melk nodig. Gaat de politie dan vaststellen als je nou wel rechtmatig of niet rechtmatig op straat bent? Dus dat zijn de consequenties. Zij moeten naar de bevolking toe goede informatie en goede inlichtingen verschaffen. Dat is ook de bedoeling van het COVID-management team. Ja, deze gehele lockdown die wordt ingevoerd. Een aantal mensen zijn het niet eens met deze lockdown. Ze zeggen dat ze ontnemen onze vrijheid. Ze noemen dat vrijheidsberoving. Klopt. Bent u die mening ook toegedaan? Ik vind wel dat er maatregelen getroffen moeten worden. Niet al die maatregelen die getroffen zijn. Daar sta ik achter. Maar je gaat de afweging moeten maken tussen de mensen hun gezondheid. Want ik wil ook niet ziek worden. Dus je gaat de afweging moeten maken van wat zijn de maatregelen die je moet treffen. Is het wel rechtvaardig? Aan de ene kant vind ik dat er wel maatregelen moeten zijn. Maar in hoeverre, ja, daar zouden de deskundigen beter op kunnen reageren. En daarvoor is ook het managementteam er. Dus het is niet dat ik zeg dat die maatregelen er niet moeten zijn. Er moeten zeker wel maatregelen zijn. Ja, zou jij durven om op straat te gaan en die boete te riskeren? Ja. Je neemt het risico wel. Ik ben toevallig ook in zo'n situatie waarbij ik iedere dag op straat moet zijn. Ik zou het eigenlijk niet zo zeggen hoor, maar ik moet wel iedere dag even naar het ziekenhuis, omdat mijn moeder in het ziekenhuis ligt. Oké. En daarvoor moet ik wel uit huis. Maar, dus ik neem het risico wel. Alhoewel ze heeft aangegeven, mevrouw Veira heeft aangegeven dat mensen die naar het ziekenhuis gaan wel de bevoegdheid hebben. Maar hoe gaat de politie daarmee om? Oké, laten we kijken naar... Dat zijn bijzondere omstandigheden. Laten we kijken naar normale omstandigheden. Denk je dat je onder normale omstandigheden het zou durven om het huis te gaan? En zou die politieagenda jou zo aanhouden, die discussie met jou durven aangaan? Want jij hebt wel kennis. Ja,
Ik heb wel hierover. Kennis. Ik zou hem wel... Want de politieman is nog geen jurist. Precies, precies. Ik zou het wel aandurven. Maar, dan zeg ik ook weer, ik ga niet onnodig op straat. Okay, er zou echt wel een reden zijn waarom ik op straat zou gaan. Want ik ga absoluut niet onnodig op straat. Oké, mevrouw Iris Nasir, mag ik u bedanken voor uw bijdrage in Rashid Pirkans Kala. Graag gedaan. Geweldig, dan hebt u dat ook gehoord en neemt u er kennis van. En kijk wat u ervan uw eigen van wil maken. Intussen heeft de politiebond gezegd dat er geen presidentiële resolutie is. En ze kunnen deze handeling niet uitvoeren. Niet uitvoeren. Maar dat betekent niet, dames en heren, dat betekent niet dat u zich niet moet houden aan de protocollen die zijn uitgezet door het COVID-team. Al bent u het niet mee eens. Ik ben het ook niet mee eens. Ik ben ook niet met alles eens. Maar dat betekent niet dat ik tegen de maatregel inga. Dat ga ik niet doen. Wat we wel doen, we blijven praten, we blijven informeren en hopelijk kunnen ze de goede dingen overnemen en er ook hun eigen van gaan maken. Maar we gaan niet tegen regelgeving in. Daarvoor moet u rekening houden, want anders gaat u ook zelf problemen zoeken en dat wilt u op dit moment niet hebben. Dit is Rashid Pirkans Kul Ajor Kul. We gaan nog 1 of 2 mensen de gelegenheid geven. Dan ga ik naar de afronding toe. By the way, Dagblad Suriname komt morgen weer normaal uit. Ik hoop en ik spreek de wens uit dat u uw favoriete krant weer gaat kopen morgen. Het is nog steeds 1,75. Kunt u nagaan? Wat koopt u in mijn land nog voor 1 SRD 75 cent? Ik ben echt benieuwd. Ik ben een keer naar de winkel gegaan. En ik dacht van oké, ik zoek iets dat 1 SRD 75 kost. En ik kon dat op het moment, het kan er wel zijn, maar op dat moment kon ik het niet vinden in die winkel. En iemand zei me in die winkel, ja, alleen een dagblad vind je voor 1 SRD 75. Maar u begrijpt wel ook, dames en heren, dat in due time die prijs wel omhoog gaat moeten gaan. Dat begrijpt u uiteraard ook. Maar het gaat zodanig wel verhoogd worden in de toekomst dat het wel betaalbaar voor u blijft. Want een krant is voor informatiedoeleinden. Los van dat het een commercieel doel ook heeft, is het een voor informatieve doeleind en het moet bereikbaar blijven voor iedereen. Dat is ons doelstelling. Vandaar dat we die prijs nog op 1 SRD 75 houden. Maar ergens gaan we weer wel moeten doorfietsen. Hè? Prima, maar die krant komt morgen wel uit. Ik hoop dat u het koopt. Het is bij uw favoriete winkel te vinden. Het is bij de pompstations ook te vinden. Dit is Rashid Pirkans Kalajor Kal. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, meneer. Goedenavond, meneer. Gaat uw gang. Ik wil even wat aan u vragen. Waarom die drive-thru van VHP gesloten is? En waarom ze woensdag en zondag, juist die dagen, kunnen die landbouwers hun producten verkopen. En dat is overal zo, woensdag en zondag. En waarom moeten die mensen gedupeerd worden? Dat is mijn vraag. Oké, meneer. Bedankt voor uw vraag. Dank u wel. En dit is de laatste beller die ik ga toelaten, want ik ga naar mijn afronding toe. Kijk, die drive-thru hebben ze gesloten omdat ze de mening waren toegedaan. Het voldoet niet aan de regels die Veira en haar team hebben vastgesteld. En die opmerking van u, welke correct is van woensdag en zondag, dat begrijpen zij hoogwaarschijnlijk niet. Want je moet een landbouwer zijn, je moet een kittier zijn om dat te begrijpen. En je moet geen ambtenaar zijn. Niets tegen ambtenaren, hè? Want je hebt ook goede ambtenaren, hou dat vast. Maar je moet in die productiesector zitten, je handen in de modder zetten, iedere dag, geen vrije dagen kennen in je leven, geen regen en zon, dan ga je die mensen begrijpen. En hoogwaarschijnlijk is dat een stap te ver. Maar ik begrijp die mensen wel. Ik zou het anders doen voor die mensen. Je weet, ik hou van landbouwers. Ik heb het altijd gezegd. Terwijl ik zelf geen landbouwer ben. Maar ik heb wel veel vrienden die kittiers zijn. En ik ben gaan kijken. Weet je hoeveel moeite die mensen doen? Echt waar. Echt waar. En iemand die achter een bureau zit, kan het begrijpen. Ik zeg niet dat ze het niet kunnen begrijpen. Maar je hebt ook mensen die denken van, ach, laat het maar gaan hoor. Het komt wel goed met ze. Het komt wel goed met ze. Echt, ik begrijp uw vraag hoor meneer. Ik zou het anders aanpakken. Maar goed,
wat moet ik zeggen? They got the power. Nog een paar dagen of een paar weken. Weet je, dan moeten mensen met meer brain, zeg ik. Hoger denkniveau. Met die goede dingen die ze ook hebben gedaan. Want niet alles is slecht. Niet alles is slecht. Met die goede dingen doorgaan en het beter maken. Een opmerkelijke uitspraak vandaag. Hoogwaarschijnlijk gaat dat u niet veel zeggen. Maar mensen die in de contrainen zitten gaan het wel begrijpen. En niet iedereen gaat het begrijpen. Dat begrijp ik ook. Maar ik begrijp het wel. En daarom wil ik het u uitleggen vandaag. De minister van Buitenlandse Zaken van de United States of America. In Amerika worden ze genoemd Secretary of State. En dat is Mr. Pompeo. Mr. Pompeo heeft vandaag in een toespraak melding gemaakt dat hij en dat Amerika, world superpower, houd dat vast, hè, is geen Abu Dhabi, is geen Cuba, is de United States of America, world's military superpower, werelds grootste economie. Pompeo heeft vandaag namens de Amerikaanse president gezegd dat hij de Surinaamse regering onder leiding van Bouterse oproept. Hij roept op tot een democratische overgang zorg te dragen van deze parlementsverkiezingen. Luister goed wat die man heeft gezegd. Hij heeft opgeroepen aan de huidige machthebbers die nu demissionair zijn, voor een democratische overgang zorg te dragen van de verkiezingen die zijn gehouden op 25 mei. Is maar één zin, heeft hij gezegd. Eén zin. Niet twee zinnen, niet vier zinnen. Hij heeft niet 10 minuten over zijn naam gehoord. Eén zin. 30 seconds. Soundbite. En het is weg. Dan zult u zeggen, ja, maar het is maar één zin. Zo, hij zou dat wel zijn, dat komen ze. Maar dat was het, maar dat is niet meer. Ik heb maar borigeren, jongen. No. Weet je wat het betekent binnen de US State Department? Die kijkt naar pakweg 197 landen in de wereld. Ze kijken naar 197 landen. En de first man, want ze hebben meer Secretary of States. Ze hebben first, second, third, whatever. Ondersecretaries hebben ze, want ze hebben groot. Ze kijken naar 197 landen. Maar de number one man, Mr. Pompeo himself, heeft vandaag in zijn toespraak over meerdere aangelegenheden Suriname in één zin bijgehaald. Weet u wat het betekent binnen State Department? Om hem zo ver te krijgen, om die mensen om hem heen zo ver te krijgen, om die statement die ene zin te zeggen. Want iedereen vecht in die department, hè? Om zijn punt te maken op de agenda van de Secretary of State. Je moet je punt kunnen maken. Daar gaat het om. En ik maar één zin gebruik. En niet twee. Hoe ingewikkeld het moet zijn geweest voor het departement binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken van Amerika om het zo ver te krijgen. Want iedereen vecht, hè, dat ze hun punt kunnen maken bij de minister. Noem het maar de minister. Die number one man. Want 197 landen binnen dat departement vechten om hun punt te kunnen maken. En hij kan niet voor alles zijn. Maar dat die ene zin heeft opgepakt om over Suriname te praten, dan kan ik je vandaag één ding zeggen. Maak je borst nat. Maak je borst nat. Suriname is binnen de State Department vandaag met die ene zin onder een wreed grote vergrootglas. Wreed groot, één zin. Want die man die die uitspraak heeft gedaan, is geen Ildis Blijs van Suriname. No. Hij praat namens de United States President, Donald Trump. Hij praat namens World Superpower. Of je nou van dat land houdt of niet van dat land houdt, laat ik in het midden. Maar je praat van werelds machtigste land.
met the greatest military power of all time. Werelds machtigste economie. En die man zegt tegen deze regering, vandaag ineens en zegt hij, zorg voor een goede overgang. Niets meer heeft hij gezegd. Niks meer. Maar in de diplomatie zeggen we altijd, lees door die ene zin door. Lees door die ene zin door. En je mag me geloven, als deze zin Rutte had gezegd, Naar Holland bakka. 300 jaar kolonialisme, uitbuiting, mijn moeder geslagen, contract arbeboyeren. Die is naar Amerika en takkie brada. Amerika, en weet je wat de consequenties hiervan zijn? Als je niet wil luisteren. Je hoeft niet te luisteren, want je zegt toch je bent zelfstandig. Oké. Okay. In Afarki toch? Is dat zo of zo? In een andere aflevering ga ik je dat vertellen. Wat consequenties zijn als je opgaat tegen world's greatest power, superpower, world's greatest economy en de big brother in deze regio, the United States of America. Wat consequenties zijn if ino Lisa wansin boom? Wansin nom. Amano tak over sranang. Amano sap. Hoogwaarschijnlijk Pompeo schrift een sapis sranande. Kan brief me. Ook waarschijnlijk, maar hij heeft mensen die in die departementen werken. En Suriname valt onder de Caribbean desk binnen de State Department. Of in de Latin American desk zullen ze vallen. En die desk valt weer onder een undersecretary of state. Het valt niet onder hem. Het is een undersecretary. Dus Amano Sabi. Maar man kies dat zin. Hij vertrouwt die mensen die hem hebben gegeven en heeft het gelezen. Piep. Einde wedstrijd. Einde wedstrijd. En hoogwaarschijnlijk zult u denken, ja, dat wat dan. Oké. Andere keer, als je meer wil weten, vertel ik het je in Rashid Pierkans Kalajorkal, maar dan moet u weer kijken. Als je tijd hebt en als je zin hebt. En by the way, doordat we in die lockdown zitten, doe ik ook in vrije tijd een huisversie van Facebook Talk, ik doe geen Kalajorkal hoor, ik doe een huisversie, babbelen met mensen en een beetje gezellig doen. Maar ik heb geen vaste dagen daarvoor, ik heb overigens geen vaste tijden daarvoor. Dus dat doe ik ook op mijn public Facebook. Ik heb een public forum waar pakweg 35.000 mensen op zitten. En als je geïnteresseerd bent mag je ook daar gaan, maar ik heb geen vaste tijden, want het is geen verplichting van mij om dat te doen. Houd dat vast, het is wel een verplichting om het te doen voor u, die anderen niet. Maar als u dat wil volgen, dan kunt u dat ook volgen. Maar ik ga u groeten. U moet kracht hebben. Iedereen moet kracht hebben. Iedereen. We gaan uitvallers krijgen. In zulke dagen gaan we uitvallers krijgen. Wat we niet willen, maar het gaat gebeuren. Mensen die dit systeem van de lockdown niet gaan kunnen halen. Niet dat ze komen te overlijden, maar er gaan de raarste dingen gebeuren binnen sommige gezinnen, binnen sommige contrainen, depressie, armoede, gezinsbreuk, allerlei soorten vormen. Er kunnen ook positieve zaken eruit rollen. Ook positieve zaken. Dus vandaar dat we allemaal kracht moeten hebben. Inclusief mezelf. Houd dat vast. Houd dat ook vast, want ik zoek ook een soort balans in dat heel systeem. Een balans in dat hele systeem. En dat moeten we allemaal op onze eigen manier kunnen vinden. En als je het voor jezelf hebt gevonden, dan ga je er doorheen kunnen. En dan ga je ook weer naar een normale samenleving kunnen. Want we moeten weer eens terug naar een normale samenleving. En hou dat vast, want dit is geen normale samenleving meer. We gaan eens terug moeten. En dan gaan we moeten rebooten. Is dat als je computer een shutdown heeft, moet je rebooten, dan komt die machine weer op gang. Dan moeten wij als mens ook weer op gang komen. Hè? We moeten weer op gang komen om in onze daily operation, in onze daily routine terecht te komen. Het gaat een aantal mensen niet lukken. Want het vergt veel kracht, inzet van jezelf, van je eigen ik, om te kunnen rebooten. Iedereen gaat dat op zijn eigen niveau moeten doen. Maar wat ik u wel kan zeggen, en ik ga het blijven herhalen.
En ik heb het vaker gezegd in deze uitzending, allemaal YouTube-uitzendingen, mijn programma's zijn op YouTube. De incoming regering neemt niet alleen een economisch geruïneerd land, die neemt een totaal geruïneerd land. Totaal geruïneerd land. U moet het niet onderschatten en het gaat niet met een wonder kunnen gebeuren. Maar het kan wel gebeuren met de juiste know-how, de juiste inzet, de juiste rechtvaardigheid naar de samenleving, de juiste informatie naar de samenleving en bovenal eerlijk blijven tegen die burger. Bovenal eerlijk blijven tegen die burger. Nederig blijven tegen die burger. Wetende dat je in dienst bent van die burger en niet die burger in dienst van jou. Als je deze drie dingen en meer samen kan regen, als leider en als aankomend team en subteam, en iedereen kan het vatten, dan gaan we er doorheen kunnen. Dan gaan we er doorheen kunnen. Maar wat kan ik u wensen voor deze avond? U bent thuis, nowhere to go. Ja, genoeglijke avond verder. Inshallah ben ik er weer zaterdag. Ik bedank Zager, Ribat en ik bedank Toshaat voor hun subtechniek. En ik bedank Roshan die in de hoofdcabine zit, ook voor zijn bijdrage, zijn technische bijdrage. En Suraj bovenal, die van huis uit enkele zaken remote bedient voor ons hier ook. Voor deze geweldige aflevering, technische aflevering van Rashid Pirkan Skalajurkar. En ik bedank u allemaal voor uw participatie. Ook voor het hebben willen kijken, voor het hebben willen luisteren. Want u bent niet verplicht. Er is geen dwang in Kalajurkal. Ram Ram, namaskar, goede hafiz. Assalamu alaikum, dit is Fari Pirkan. Voor Rashid Pirkan Skalajurkar.